zoveel peniskokers meegenomen. Waar ook voor je vader. Waar die peniskokers dan? Ja, ik denk dat ze ze weggedaan hebben. Allemaal beschilderde peniskokers meegenomen. En waar liggen die dan? Nergens hier. Voor je vader zeker. Ja? Ik zal mijn vader eens vragen of hij nou een peniskoker heeft van jou. En André, daar staat Gianni op. Waar komt die vandaan? Oh ja, daar staat Gianni op, ja. Uit Nicaragua, hè? 11-11-2011. Staat er op. Dan was die thuis. Nicaragua, ja. Hier, Nicaragua. Gianni is in haar leven op de meest bijzondere plekken gekomen, want reizen is haar grote passie. In eerste instantie met haar man Ines, totdat hij dat om gezondheidsredenen niet meer kon. André, ik weet nog goed, toen heeft hij een reis voor mij geboekt naar Zuid-Amerika. 5 landen Zuid-Amerika. En dan ging je in je eentje naartoe? En ging ik alleen. Ja, niet helemaal alleen natuurlijk, maar daar kende ik niemand. Nee. Ik heb heel veel alleen gereisd. Ja. Al haar reizen heeft ze gefilmd en heeft ze bewaard, wat mooie beelden oplevert. Van bijvoorbeeld tripjes naar Vietnam en Nicaragua. Wat zijn nou de meest bijzondere plekken waar je bent geweest? Dat is ook terecht, want jij zat bij mij in die talkshow van RTV Oost. Omdat jij, toen jij 92 was, was jij de oudste mens die tijgersnest beklom in de Himalaya. Ja, ja. Dat was heel uniek. Dat was zeker uniek, vooral ook vanwege haar hoge leeftijd. In 2014 was Gianni bij mij te gast in de talkshow en dan nog even dit, om hierover te vertellen. Gianni van Keulen uit Zwolle reist als 92-jarige nog steeds de wereld rond. Onlangs bezocht zij Bhutan, een van de meest geïsoleerde landen ter wereld, en maakte als oudste mens ooit een klimtocht in de Himalaya naar het bekende Tibetaanse klooster Taktsang, ofwel Tijgersnest. Tja, en dan word je dus gewoon wereldnieuws. De Nepalese televisie was er als eerste bij. Worldwide Production Media को प्रस्तुति कार्यक्रम गंतव्य नेपाल छेक्दैन भन्ने कुरा इनले प्रमाणित गरेकी छिन् इनी हालसम्म नेपाल 6 पटक आइसकेकी छिन् 5 dagen in Bhutan en 5 of 6 dagen in Nepal कुमार चौंगाई सहित सम्पूर्ण कार्यक्रम युनिटलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते या Gianni, ik mag je zeggen, want je bent graag, mijn oude tante. Graag. Oud mag ik eigenlijk niet zeggen. Een oude tante. Oude tante. Nou ja, Nepalese televisie pakt het op, want zelfs daar waren ze dus eigenlijk in shock. Vonden ze het ongelooflijk dat je dat op die leeftijd nog deed. Iedereen riep, 92. Onderweg ook al merkte je dat mensen het apart vonden dat je die reis ging doen. Toen wij aan het klimmen waren en er kwamen mensen tegen, maak met je op de foto. Maar ik had mijn gedachten bij die klimpartij nodig. Ja, dus je dacht, hoepel eens op, ik moet verder. Waarom? Nou ja, vooruit maar. Ja, doe maar. Op een gegeven moment stond er een man voor me, mag ik je omhelzen? Nou, doe maar. Dat was een man uit Bali. En allemaal vanwege mijn leeftijd, die zagen natuurlijk dat ik, iedereen had er moeite mee. Maar wij hadden er ook moeite mee natuurlijk. En we waren met een gids en een chauffeur en die waren bij ons. En die droegen wel de rugtas en de bagage en mijn camera. En als ik weer daarboven dat klooster zag, daar moesten we naartoe. Dat is gebeurd. Tante van André van der Zee, waarom doet u dit allemaal? Ja. Waarom gaat u dit soort enorme avonturen aan? Daar heb ik wel erg over nagedacht eigenlijk. Ik geloof naar het onbekende. U wilt niet naar de simpele, naar Turkije of noem eens nee, iets. Daar ben ik zo het moet allemaal geweest. Weer Bhutan en zo de, zijn. De zucht naar het onbekende, denk ik. Het blijft een bijzonder verhaal. Te voet naar een klooster in het Himalaya-gebergte, 5 uur omhoog klimmen en vervolgens weer 4 uur om naar beneden te komen. En dat op je 92ste. Ik zie hier een hele sexy foto van jou, zie ik. Ja. Een bikini met iets omheen. Een bikini. En dat was Zanzibar. En toen zei ik tegen die man, mag ik je filmen? Hij zei, maar dan moest ik iets van hem aantrekken. Je moest iets van hem aantrekken, dus dat gewaadje is van hem? Van hem. Ah, oké. Okay. Maar anders was je een beetje te sexy in alleen een bikini. Alleen een bikini. Nee, dat kan niet, hè. Goed, leuk. En ik zie hier nog allemaal dingetjes. Ik heb toch zoveel peniskokers meegenomen. Waar ook voor je vader. Waar die peniskokers dan? Ja, ik denk dat ze ze weggedaan hebben. Allemaal beschilderde peniskokers meegenomen. En waar liggen die dan? Nergens hier. Voor je vader zeker. Ja? Ik zal mijn vader eens vragen of hij nou een peniskoker heeft van jou. En André, daar staat Gianni op. Waar komt die vandaan? Oh ja, daar staat Gianni op, ja. Uit Nicaragua, hè?
11-11-2011 staat er op. Dan was hij thuis. Nicaragua, ja. Hier, Nicaragua. 11-11-2011. Oh, ja, toen was het 89. En op die andere staat Jannie. Oh, wat is dit dan voor? Vlinders. Vlinders op een plant. Oh, dat is een plant. Ja, hier zijn een paar vlinders op een gele bloemetjes. Op rijstpapier. Oh, heb ik in laten lijsten. Uit? Ik dacht India. Oh, hier zijn toen al. Ja, je hebt van alles zie ik, joh. Oh, Mexico of zo. Oh, die heb ik gestolen. Hey. Maar wat is het dan? Mexicaanse hoed? Nee, een asbak. Oh. Een asbak, geloof ik. Ja, een asbak. Taxco. Lag in de hotels. In? Ik nam altijd die asbakken mee. Ik heb er wel meer. Maar je rookt helemaal niet. Antigua. Antigua. Guatemala, Hotel Ritz. Ja, nou, heb ik uitgesteld. Dus dit heb je allemaal gejat? Oh, die heb ik gejat. Ja. Dit is een van de eerste onze reizen naar Zwitserland. Dat is een muziekdoosje, maar hij werkt niet meer. Met edel. Hij doet het nog. Ik vind het nou niet. Dat vind ik apart. Een van de eerste souvenirs hier bij mij maar. Een Zwitsers huisje. Nee, ik dacht dat het niet meer deed, maar doet het nou. Ja, doet het serieus, als je het aanraakt, dan doet het het weer. Maar je doet het niet meer graag nu met reizen? Ja, ik wil het allemaal met mijn lichaam. Maar je bent hier ook nog zo fit nog steeds. Ja. Hoe stort je straks in als wij weglopen? Wie zei dat toch? Was jij er over iemand zei, nou, of je nou daar dood gaat of hier? Ja. Ik weet niet, zoiets lomp zou ik nooit zeggen. Oh, nee, jij nou niet. Ja. Hey, maar deze foto's zijn van die Japanse vrienden of zo, volgens mij. Japans, oh god ja. Dat is de schoonmoeder en de moeder van Mirko. En Mirko heb ik leren kennen in Alicante op Spaanse les. En dat contact bleef. Blijkt ook uit de hele vrolijke verjaardagsgroet die Jannie kreeg op haar 99ste. Hallo Jannie. Where is here? Ja, ja, ja. Hi. This is Fumi. This is Haruna. Yanni, happy birthday, wa? Happy birthday. Happy birthday, Yanni. Mieko, ここです. Yanni, feliz cumpleaños. Ustedes están trabajando mucho, yo. Take care. Take care. Leave more, 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 yo! Yanni! Happy birthday! Hey, die Spaanse cursus, hè? Die doe je als je bijna 80 bent. Is dat ook de kern van jouw instelling van je leven? Je bent nooit te oud om iets te doen. Jij zegt nooit, moet ik het nog wel doen? Want ik ben al 80. Oh nee, dat komt niet helemaal op. Nee. Oh nee. Nee, maar jij bent ook zo fit en mensen vragen je het 100 keer en ik weet dat je er ook wel een beetje moe van wordt. Maar hoe komt het, denk jij, dat je zo scherp nog steeds bent? Ik kan het niet zeggen van, die heb ik alsof een stamboom. De stamboom van de Zeezers zijn landarbeiders en weet ik het. Echt? Daar kan ik wel de genen van hebben. Ja. Weet ik veel. Ik weet het niet. Maar het is niet dat je denkt, ja, fietsen, nieuwsgierig blijven, dat doe je dus. Leerzaam. Je wil altijd nog weer iets nieuws, dus het moet je gegeven zijn, maar het helpt misschien wel om je hoofd scherp te houden. Ik denk het wel. Ja. En veel fietsen deed jij. Qua eten vind ik ook mooi dat je zo gigantisch aan het bunkeren bent. Het is altijd heel bescheiden wat je allemaal binnenwerkt. Ja. Altijd al gedaan. Maar dat eten, als ik terugkwam van weet ik waar, van de andere kant van de wereld, dan zeiden ze, hoe was het eten? Ja, eten? Dus van 12 tot 2 in een tent lunchen. Nou, dat vind ik jammer van de tijd. Ik zei, gaan jullie maar lunchen? Ik heb wel van die crackers, daar leefde ik op. Dus je had een paar crackers en dan en ging dan ging ik filmen. Ja. Ik vind het jammer van de tijd. En alcohol en roken, dat heb je ook allemaal niet gedaan. Nee, ik zei al, en dan zeiden ze, zullen we een fles wijn samen doen? En ik zei, ja, ik ben wel ongezellig, maar ik drink niet. Ik noem dan mij ongezellig. Nou ja, weet ik niet. Vind je jezelf ongezellig? Ik vind mezelf niet ongezellig, maar dat zei ik dan maar. Ja, dat je sociaal gestoord bent omdat je geen alcohol drinkt of zo. Ja. Nou, ik heb er geen spijt. Ik mis het niet.